daar beginnen we weer. Ik zit er helemaal klaar voor. Diep zucht, diep ademhalen. Maar ja, dat doet vandaag wat anders. Instagram hack werkte. Ja, ik weet nog niet of ik het heel erg mooi vind. Maar ja. Hey, leuk dat je kijkt naar mijn kanaal Winnie's Vol. Ik ben Winnie en dit is vlog 35 alweer. En in deze vlog dacht ik, oh, het is 2 weken later. Ik zal er nog niet zoveel te vertellen hebben. Ik heb maar een spiekbriefje gemaakt, want ik heb echt best wel veel te vertellen. Er is een hoop gebeurd de afgelopen 2 weken. In de eerste week niet. Toen dacht ik, nou, dit gaat volgende week een hele saaie vlog worden. Maar als ik nu kijk, heb ik toch best wel veel verzameld om me heen. Dus laten we maar gauw beginnen. Ik heb geen finished object. Wel een half finished object. Daar kom ik, nou die kan ik wel meteen mee beginnen. Dat is mijn geripte sok. Ik heb hem op mijn werk, heel professioneel, niet op een sokblokker gedaan. Echt een goede vlogger. Ja, heel goede vlogger. Ik heb mijn geripte sok. Heb ik af eentje. De tweede moet ik nog opzetten, maar de eerste is af. Ik heb hem op mijn werk afgemaakt. De dames dachten dat ik hem niet ging passen, maar dik ga ik hem passen. Met een lekkere grote langboord. En ik heb hem gebreid in mijn eigen wolletje. Dit is een wolletje die ik zelf verf. Dit is Sarah van de Anderson Sisters. Ik heb nog meer dan genoeg voor de tweede bol. Ik weet niet wat er verder nog in dat tasje zit. Maar ik moet hem nog verder leeghalen, denk ik. Ik heb nog meer dan genoeg voor de tweede bol. En die ga ik binnenkort lekker rustig opzetten. Ook omdat ik weer naar de beurs ga. Naar de handwerkbeurs. Daar mag ik weer bij Wim zitten. En dan is het altijd wel fijn om een geripte sok op te zetten. Zodat ik de recht en afrecht steek hoe ik hem continentaal brei laat zien. Dus die ga ik weer rustig aan opzetten en rustig aan breien. Geen haast. Maar ja, ik vind het zo leuk hoe zeg maar het wolletje opbreidt. Als je ziet dat je... Ik heb de Shadow Wrap Heel gebruikt. Dan komt het iets meer dichtere streepjes. Ontzettend leuk. Geen gaatjes in deze hiel. Ik vind hem heel fijn. En ik ben heel blij mee. Op naar de volgende. Rustig aan. Ik heb vorig jaar niet heel veel sokken gebreid. Ik had laatst dat ik mijn sokken in de was. En toen dacht ik, oeh, eigenlijk heb ik helemaal niet zoveel gebreide sokken meer. Genoeg, maar er mag wel wat nieuwe sokken bij. Dus ik denk dat ik hierna ook eventjes wat commerciële garen pak. En dat ik daar ook lekkere sokken van ga maken. Want daar heb ik er ook nog genoeg van. Dit wordt een shop sample. Dus ja, die ga ik nog niet dragen. Maar dan blijft hij mooi. Want als ik hem ga dragen, dan draag ik ze. En dan slijten ze. En dan blijven ze gewoon niet zo perfect mooi. De kleur blijft erin. Maar je merkt gewoon echt wel dat... Als je, ja, het slijt gewoon. Je hebt dragen. Het slijt van het dragen. Ik kan wel eventjes kijken. Even kijken. Hiernaast zit mijn sokkenmand. Dit is bijvoorbeeld sokkengaren van een van mijn eerste sokken die ik zelf heb geverfd. Maar je ziet gewoon, ja, de kleur is nog goed. Maar je ziet wel gewoon echt dat het aan het slijten is. En dat vind ik niet zo mooi als het een sok sample is. Even mijn oude sok aan de kant. Zo, dat is de eerste whip. Nou, valt mee. Gaat nog lekker. De tweede whip waar ik mee bezig ben, dat is de ja, Honeycomb Shawl. Oftewel My Heritage. Ik weet niet precies hoe ze hem noemen. My Honeycomb, zie je overal. Ik ben inmiddels een behoorlijk stuk verder. Ik heb 1, 2, 3, 4 en ik ben met het vijfde deel bezig. Dit is een dubbelbreipatroon.
Het patroon is van Dan Dennis en Mr. Nick Beer. In samenwerking met Lang Yarns hebben ze die gemaakt. En dat is een call geweest in december. Zoals je merkt ben ik veel later begonnen. Omdat in december had ik gewoon veel te druk. Maar ik wil echt deze sjaal. Dit zijn typische Winnie kleuren. Blauw-groen. En hij is super squishy. Squishy. Lekker zacht. Ik brei hem op breinaald 4 mm. En ik brei ze met de Marino van Lang Yarns 120. En ik vind het een fantastisch patroon. Zitten er foutjes in? Oh, zeker. ga ik ze eruit halen? Nee. Nou, je ziet hier op beeld prachtig die fout. En ik zat de vorige keer te kijken, toen kon ik hem niet vinden. Maar volgens mij hier zit de fout. Vrij dichtbij. Dit was een deel waar ik wat foutjes maakte. Voor de rest heb ik eigenlijk geen echte grote foutjes. Dit zijn draadjes. Want ik doe heel stout een magisch knoopje. Ik was goed begonnen hoor om op het eind te doen, maar is mijn sjaal. Ik smokkel. Ik hou niet van wegwerken van draadjes. En als ik het kan ontwijken en een magisch knoopje erin kan doen, word ik er heel blij van. Dus dit is het patroon Mijn Honeycomb. Ik ben over de helft. Want er zitten 9 delen in. Dus ik ben bij deel 5. En ik denk dat dit een super lekkere grote warme sjaal gaat worden. En eigenlijk had ik hem al af willen hebben. Maar ja, dat ging hem echt niet worden. Even weer in mijn tasje. Zo. Waar ik heel blij van word. ik ga hier gewoon rustig gestaagd mee verder. Het kost wat concentratie, waardoor ik er niet altijd constant mee kan werken. Maar op zich, als ik eenmaal bezig ben, dan heb ik die flow er weer in. En dan kan ik eigenlijk dan kan ik best wel een stukje breien. Dan schiet hij wel weer op. Dus ik hoop dat hij zo snel mogelijk klaar is. Want ik wil ook andere dingen doen. Ik wil veel te veel. Dat ga je zo zien. Ik heb veel te veel nieuwe projectjes opgezet. Wat ik verder heb opgezet van de week, dat is een call. Zoals je ziet heb ik nu ook mijn call om. Deze heb ik ook gebreid. Het is het patroontje van Mirjam Molenbleek van de Online Breikampus. Dit is de eerste advent knitalong die ze organiseerde. Volgens mij niet dit jaar, afgelopen jaar, het jaar ervoor. Ja, ik denk 3 jaar terug. En dit is met minis gemaakt. 5 minis. Ik heb hem weer opgezet. Met nieuwe breinaalden. Bij Mirjam gekocht. Het was de laatste keer dat ik bij haar kon kopen. Want zij heeft de webshop helaas gesloten. Ik kocht daar graag mijn Chiaogu. Met een knikker in. Want de vorige heb ik dus Magic Loop gebreid. En ik was wel heel erg benieuwd naar de knik. Ja, ik noem het maar kniknaalden. Het klinkt een beetje gek, maar welke maat heb ik ook alweer gepakt? 3,25. Want ik brei het met Soft Lama. En die mag op 4 mm naalden. Dit is 100% Baby Lama wol. En het is zo zacht. Ik heb deze gekregen in een box van Etna al een heel tijd terug. Ik heb er 4 kleuren van. Lichtblauw, donkerblauw, beige en bruin. Ik ga dus ook ze zo verwerken. Alle 4 in de kool. En ik zocht weer een projectje voor op mijn werk. Zodat ik gewoon lekker door kan gaan zonder na te denken. Deze kan ik gewoon neerleggen en oppakken.
Ik weet niet of ik hem echt ga veden. Hier heb ik echt 5 minis, wel allemaal met groen tinten, voorzichtig geveed. Ik denk dat ik gewoon rechtlijn en gewoon ga starten ermee. Ja, ik vind het wel heel. Het breidt echt super lekker op. Ik heb een hele stretchy opzet gebruikt, waardoor je dus zeg maar echt heerlijk wijd zit. Deze hoeft bij mij niet heel strak. Ik hou ervan als hij wat losser zit. Ga ik naar buiten, dan vouw ik hem even dubbel. En dan zit hij lekker eromheen. Daaromheen kan ik ook nog een extra sjaal doen, voor als het heel erg koud is. Dus daar ben ik altijd wel heel erg blij mee. Ik ben blij mee met hoe hij wordt. Ik ga lekker. Nieuw projectje, maar gewoon voor op mijn werk. Zodat ik gewoon lekker daar rustig mee verder kan. Misschien neem ik hem niet altijd mee. Ik weet niet of ik er heel veel aan kan breien. Dus als ik het iedere week meeneem en ik heb maar 2 regeltjes gebreid, dan denk ik niet dat ik hem mee ga nemen. Andere eerst. Waarom andere eerst? Ik had een volgorde bedacht. Ik weet nog niet of dat heel erg goed werkt. Zoals vorige keer had ik laten zien dat ik wol had gekocht bij Edna, de Svensk Ull. Ik had 4 strengen gekocht om wanten van te maken. Ook omdat ik mijn kleurwerk iets beter wil gaan oefenen. Ik ben begonnen met een wand voor mijn vader. Dit is blauw-wit. Ik vond de witte toch mooier bij de blauwe staan. En dit is een patroon van, nou moet ik even spieken, want van Skeeny Knits. Dit is van de Selboom Mitten Club 2. Die heb ik toen eigenlijk dat die uitkwam gekocht in de hoop dat ik mee zou doen op die periode. Maar ik durfde niet. Ik was toch wat bang dat ik niet goed genoeg kon breien. En ik heb nu zoiets van, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon breien wat ik wil. Dus ik heb hem opgezet. En ik ben nu best wel, nou ik heb hem gisteravond opgezet. Dus kan je nagaan, ik zou hem andersom doen. Ik zou de donkerblauwe als hoofdkleur doen. En dan de wit als basis. Het is trouwens donkerblauw. Hij lijkt wel zwart, maar het is echt donkerblauw. En de wit als contrastkleur. Maar dat ik bij het patroon aankwam. Zij heeft dus zeg maar de main color in wit op haar patroon. En de contrast color in het grijs. En ik haalde het constant door elkaar. Want dan heb je dus een net contra. Werkte niet in mijn hoofd. Dus ik heb vanochtend besloten om hem toch andersom te doen. Zodat ik gewoon echt kan kijken. Licht, licht, donker, donker, licht. Noem maar op. En dan kan ik het patroon makkelijker volgen. Ik weet niet of mijn vader hem aan gaat passen. Of dat mijn moeder hem gaat aanpassen. Tot nu toe komt hij wel mooi uit. En mijn vader heeft grote handen. Of in ieder geval brede handen. Ik ook. Dus ik hoop dat hij ze aan kan. Dit is de thumb gusset. Daar ben ik bijna nu mee klaar. Nu kan ik rechtdoor. Ik ben heel benieuwd. Dit heb ik in een ochtendje vanochtend even gebreid. Dus op zich met mijn ontbijtje. En met de lunch heb ik even wat zitten breien. Ja, het gaat echt best wel hard. En ik moet zeggen, als ik het dicht op zie, zie ik niet wat ik doe. Qua figuren. Maar als ik zo op afstand kijk, denk ik, oh. Dit is trouwens vanuit die Mittens Club, is dit de Overik. Ik heb geen idee of ik het goed zeg, maar dit is de het patroon Overik. Ik weet ook niet of ze de patroon nog los verkoopt. Volgens mij blijft het in die club zitten. Dus daar zitten 4 patronen in. En dus dit is met Svensk Ull van Edna. Ik vind het heel fijn breien. Ik brei ze op 3,5 mm. Ciao Goo. Ik was begonnen op de DPN's. Die heb ik ook gekocht. Had ik volgens mij vorige week al laten zien of niet? Nee, die heb ik ook bij Miriam nog gekocht, de laatste DPN's. Omdat ik toch wel, ik vind op DPN's breien heel fijn. Voor sokken, zeg ik, die het bijna allemaal met zijn loop doet.
Maar ik dacht, oh, misschien kan ik dat wel met handschoenen. Is dat fijner te breien? Ja, ik vond het echt niet fijn. Ik vond het niet fijn breien. Dus ik ben overgestapt. Ik heb het wel begonnen in het begin. En die eerste twee rijen voel ik ook echt dat die stukken strakker zijn. En toen ben ik overgegaan naar Magic Loop. Vind ik fijner. Zo. Dus dit is ook een tussendoor project geworden. Heerlijk project. Ik ben hier gisteravond mee begonnen en ik ben nu dus eigenlijk al best wel ver. Dus ik denk dat ik vanavond gewoon doorga met deze. Kijken hoe snel ik een handschoen kan breien. Want het begint nu kouder te worden. En ik denk dat het wel fijn is om handschoenen extra te breien. Voor mijn ouders. Of ik hou ze stiekem zelf. Het zou ook nog wel eens heel goed kunnen. Dan ben ik begonnen met proeflapjes breien. Want ik heb best wel wat ideeën in mijn hoofd. Best wel wat garens. En ik had vorige keer al laten zien dat ik de... Oh, dat ik een... Ik heb het proeflapje nog aan de bol zitten. Want ik weet niet of ik genoeg garen heb. Dus... Dan kan ik altijd het proeflapje weer uithalen. Ik had vorige keer laten zien dat ik wollen had gekregen van Edna. Om uit te proberen. Dit is de Cashmere Wool Blend. Met gerecyclede cashmere erin. Van Edna nummer 2. Dit is, ja, het staat er in het goud op. Dus Luxurious Recycled Cashmere Blend. Emerald Green. Ik heb hier een proeflapje van gemaakt, omdat ik dat vestje wat we hadden gezien, of wat ik had gezien in mijn boek vorige keer van Scheepjes. Was van Scheepjes? Ja. Ja, van Scheepjes. Dus ik ben een proeflap gaan maken, want dat doe ik nooit. Dus ik ben er heel slecht in. Dus vandaar dat hij ook best wel groot is. Ik heb hem niet gewassen, maar ik heb hem wel opgemeten en ik kwam totaal niet uit. Maar ook echt totaal niet. Dus ik heb hem in de tas gegooid en gepropt. Want ik vind wel de steekverhouding heel mooi. Ik had hem ook met een grotere naald gedaan. Maar dan kan je er echt dwars doorheen kijken. En ik wil hier gewoon een spencer van maken. Dus ik ga verder zoeken naar een patroon voor een spencer. Of ik ga gewoon zelf wat verzinnen. Daar kijk ik wat meer tegenop. Dus ik hoop dat ik een fijn patroon kan vinden van een spencer waarbij het proeflapje uitkomt. Nu weet ik dat je op Ravelry het ergens in kan drukken. Ik ben niet zo goed met Ravelry. Maar ik weet dat je daar je stekenverhouding in kan schrijven en wat je wil. En dat er dan een patroon uitkomt. Dus misschien ga ik daar op zoek. Maar ik vind het een ontzettende fijne garen om mee te breien. Er zit ook... Lekker wat rek in. Dus vandaar dat ik denk dat ik hem niet veel groter wil. Want dan, nou ja, dan kan je er helemaal doorheen kijken. Hij is echt wel, ja, het is zacht. Maar door de wol die erin zit, is hij niet extreem zacht. Hij is wel heel fijn. Dus ik ga op zoek nog naar een ander patroontje. Eventueel zelf wat verzinnen. Het Spencer van Bottom Up moet volgens mij niet zo heel moeilijk zijn. Denk ik dan. Maar ik denk dat het ook niet heel makkelijk zou zijn. Ik ga het zien. Ik ga nog even bedenken hoe ik dat ga doen. Ik weet het nog niet zeker. Oh, wat zit ik veel met haar vandaag. Sorry. Sorry als je dat vervelend vindt. Misschien knip ik dit er wel uit. Dan zie je het niet. En verder heb ik nog een proeflapje gemaakt. Heeft een kleine introductie nodig. Ik ga even wat drinken en dan gaan we ervoor. Oké. Het volgende heeft een kleine introductie nodig. Ik ben benaderd door Barbara van Edna. En ik heb al wat samenwerkjes, krijg ik van hun en qua wol. En nu had Barbara een idee, zullen we een
niet te lang doen. Een kleine niet te lang die laagdrempelig is, waar mensen makkelijk aan mee kunnen doen. Voor een hele toffe wintertrui of vest. We hadden allemaal eigenlijk met een klein clubje dezelfde trui in ons hoofd. Anderen die hebben hele toffe andere vesten gekocht. We doen met een klein clubje meiden. En iedereen mag lekker aansluiten. Want hoe meer, hoe leuker het is om een make-along te doen. Het is geen call, dus er zitten geen prijsjes aan vast. Het is niet dat je één patroon breidt. Iedereen mag een eigen patroon uitkiezen. Ik heb een patroon uitgekozen van Skin Dear Knits. De Festive Pullover. Of ja, volgens mij heet die zo. Dat is dus zeg maar die. Ik zal een foto toevoegen. Ergens hier naast mij. Maar ik wil hem niet als kersttrui maken, maar als wintertrui maken. Dus de kerstboompjes haal ik het denk ik uit. Of misschien alleen voor de gein op mijn armen. Maar voor de rest haal ik hem eruit. Je kan hem helemaal zelf mixen en matchen. Waardoor je dus echt een wintertrui kan maken of een kersttrui. Ik ga voor een wintertrui. Want ik wil hem niet alleen 2 weken aan voor de kerst. Maar ik wil hem de hele winter door gaan dragen. Ik wil hem ook niet zo strak. Zoals je kan zien op de foto is hij vrij strak. En wordt hij gedragen met 0 tot 3 centimeter of 3 inch positive ease. Dus vrij strak. Ja, ik hou daar niet zo van bij mijn figuur. Ik hoef niet alle hobbeltjes en bobbeltjes te zien. Ik hou van oversized. Lekker relaxed. Ik heb nu een proeflapje gemaakt. De wol heb ik nu verder besteld. Die komt eraan. Mijn proeflapje is nog niet helemaal droog. Zoals je ziet heb ik kleuren die ik normaal nooit zou doen. En ik dacht dat ik wilde ook echt gewoon een fijne wintertrui. Maar dit is wel wat ik super tof vind qua kleuren, maar nooit durf te dragen. Maar ik heb zoiets van, volgens mij gaat dat super lukken. Hij is nog niet helemaal droog. Ik heb wel, ja, zoals je ziet, hier lijkt het niet goed. Maar doordat ik voor het eerst een proeflapje in de ronde met kleurwerk heb gedaan. Ik heb wel vaker een proeflapje in het rond gebreid, maar nog nooit met kleurwerk. Ik ben een proeflapje gaan breien met kleurwerk in de ronde. Dit heb ik ook gisteren gedaan. Want ik zou eigenlijk gisteren de vlog opnemen, maar ik was met proeflapjes bezig. En ik wilde hem af hebben. Want gisteren kwam de wol binnen. Het is, ja, ik vind het fantastische wol. Het is van Edna. Ik heb het ook gekregen van Edna. Oh, ik heb ook mijn breinaalden erin waarmee ik een proeflapje heb gemaakt. Dit zijn de kleuren. De roze is iets donkerder. Ja, daar is de roze. De binnenkant, die kleur is het. Het is iets donkerder. Het is een beetje oud roze met bruin. Dit is de Merino Reggie. Het is Merino Garen. Dan moet ik even kijken. 75% Merino, 25% polyamide. Je hebt verschillende kleuren, ook gemaleerde kleuren, maar er zitten ook effen kleuren bij. En ik vond, ze hadden ook mintgroen, verleidelijk, maar ik heb zoveel groen. Dat ik denk, ja, ik heb zoveel trui met mintgroen of met groen en blauw. Ik wil nu ook eens een andere kleur die ik niet 1, 2, 3 zelf snel zou kiezen, maar toch heel graag wil in mijn garderobe. En dat zijn deze kleuren geworden. Mijn proeflapje komt bijna helemaal goed uit. Ik zeg bijna. Ik heb wel de steekverhouding goed. Maar de rijtjes niet goed. Of hoe zeg je dat? De roos. Stitches goed. De hoeveelheid toeren. Dat is het woord wat ik wilde zeggen. Die heb ik niet helemaal perfect. Waardoor ik dus toch iets meer garen heb besteld. Om er zeker van te zijn dat ik uit kan komen met een volledige trui. Dat ik niet een cropped krijg. Ik wil wel een beetje lengte hebben. Alhoewel, als ik nou op een leuk zwart jurkje heb, dan kan die wel cropped.
Nou, ik heb in ieder geval genoeg voor een lange trui. Want ik hou wel van een trui die zeker tot mijn billen komt. Maar dit is mijn proeflapje. Ik heb even hartjes gedaan. Sterretjes. En hier ook hele kleine sterretjes. Ik had het idee dat het niet echt hele grote contrast zou zijn. Dat ik ermee bezig was, dacht ik, oh, je ziet het echt niet. Je ziet het heel te licht, de contrastkleuren. Ook als ik de foto met zwart-wit heb gemaakt, dat is ook een trucje wat veel doen, werd de contrast niet heel groot. Daar dacht ik echt bij, ja. Het is te weinig, maar nu ik het op de foto, ik heb hem gisteravond al op de foto gezet en naar de groep verstuurd. En ik heb hem hier erop staan, dat ik denk, ja, ja, ik ga ervoor. Ik vind het echt heel mooi. Hoe doen mensen, dit is even een vraag, want hoe doen jullie dat? Ik heb nu het proeflapje in een ronde gedaan en aan de achterkant doorgeknipt en hem opgemeten. Ik heb hem even nat gemaakt, ingedompeld, snel uitgespannen, want ik had haast, ik wilde hem af hebben. Maar hoe doen jullie dit? Doen jullie daar nog een trucje mee? Knopen jullie daar iets op? Of het is een proeflapje, laten jullie het hangen voor wat het is? Ik denk dat ik toch de naaimachine voor. Ik vind hem zonde om hem uit te halen. Ik vind hem wel leuk. Misschien wil ik ook een proeflapjeswand. Of een proeflapjesverzameling. Ik heb er eigenlijk bijna nooit geen proeflapje gemaakt. Fashions. maar hoe doen jullie dat? Want dat is niet zo heel netjes. Nou ja. Het is een proeflapje. Het is niet. Ik ga het. De trui zelf ga ik natuurlijk niet stieken. Want het is merino. Dit is het laatste proeflapje. Wat je moet doen om mee te doen. Doe allemaal mee. Gewoon gezellig. We beginnen 1 februari met de trui met de vest op te zetten. Wat je moet doen is. Kies een patroon uit die je heel graag wil. Ik vind een all over colorwork trui. Heb ik nog nooit gedaan. Ik heb de treista gedaan. Verder met kleurwerk ben ik helemaal nog niet zo heel erg goed. Ik heb wat sokken gebreid met kleurwerk die ik niet over mijn hiel kon krijgen. Nu heb ik er eentje van Miriam Molenbeek die ik wel over mijn hiel kan krijgen. Oeh, daar heb ik nog geen hiel in gedaan. Maar die kan ik wel aankrijgen. Dus ik word wat beter met kleurwerk. Ik heb die trui gemaakt van treista. Ik ben nu met die handschoen bezig. Maar ik wil het. Ik wil een all-over colorwork trui hebben. Voor mij is die heel lastig. Ik vind het een heel groot patroon, heel groot werk waar ik tegenop zie. Maar het maakt hem overzichtelijk omdat we beginnen 1 februari en 1 december willen we hem af hebben. Dus je kan het patroon in 10 stukjes delen. Waardoor het dus zeg maar iedere maand een klein stukje is wat je maar breidt aan de trui of vest. Of haakt, mag ook hè. Ik ga breien, dus ik heb het nu veel over breien, maar je mag hem ook meehaken. Ik denk dat het dan iets overzichtelijker is, iets met kleinere hapjes is. Misschien wordt het zelfs wel lastig om hem weg te zetten en weg te leggen, maar het moet iets zijn waar je iedere maand zin hebt om een stukje aan te breien. Misschien dat ik van de zomer een maandje oversla, dus dat ik dan zeg maar een maand eerder of een maand later wat meer eraan ga breien. Er is een spreadsheet, die ga ik delen. Linkje doe ik ook onder in de beschrijving. Waarin je heel makkelijk kan overzien, wanneer je zelf kan zetten wat je graag wil iedere maand. Overzicht maken wat je iedere maand wil breien. Die heeft Chantal gemaakt van Chantal's breivlogs. Oh, ze maakt hele mooie foto's. Oh, Chantal, ik ben je hele naam van je Instagram vergeten. Ik zet hem even onderin. Stom, ik ben hier heel slecht in. Die heeft een mooie spreadsheet gemaakt. Die kunnen we gebruiken. Die mag je uitprinten. Daar kan je op invullen. Die zal ik onderin zetten. Dus verdeel iedere maand je trui in kleine stukjes. En dat kan op die spreadsheet. Je kan het ook zelf in je agenda zetten. Doe er iets moois mee wat je wil. Of in je bullet journal. Wat je moet doen is iedere maand je vorderingen laten zien en elkaar motiveren om dus iedere maand een klein stukje eraan te breien. En gebruik dan de hashtag winterklaarbreien maar.
Je kan hem op twee manieren zeggen. Ik zeg winterklaar, brei je maar. Maar het kan ook winterklaar, we gaan ervoor breien voor de winter. Voor volgende winter. Want dit is een patroon die eigenlijk dat hij uitkwam dat ik hem meteen wilde maken. Maar niet durfde. En afgelopen jaar nog niet durfde. En nu ga ik er gewoon voor. En ik ga deze doen. Er zijn ook onwijs toffe andere vesten. Die ik voorbij heb zien komen waarbij ik dacht, oh, die wil ik nu ook maken. We laten de vorderingen op Instagram zien. Gebruik die hashtag, dan volgen wij die hashtag met z'n allen. En dan kan je echt zien wat je allemaal aan het doen bent. Ik word er heel erg blij van. Ik hoop dat er heel veel mensen aansluiten. Ik gebruik de wol van Etna. Omdat ik gewoon het hele fijne wol vind. En ik wil graag een keer met Merino wil ik een trui maken. Kriebelt niet meteen. Dus die kan je ook zonder dikke shirt eronder aan. Want het is een volledige all-over colorwork. Dus het is dubbelop. Dus het is een hele dikke trui. Nou heb ik het niet extreem snel koud. Maar ik denk in die trui helemaal niet. Maar gebruik je wol die je wil. Bij Etna heb je nog tot 30 januari heb je nog 25% korting op de wol. Op alle wol. Niet op Muut, maar volgens mij wel op alle wol 25% korting. Met de code 25 korting Etna. Ik zet hem eventjes. Er is een code dat hij nog steeds geldt tot 30 januari. Ik zou het vet tof vinden als iedereen meedoet. Ik snap ook als je het niet redt, of als je niet durft, of als je denkt, maar laten we elkaar helpen om die trui of vest te breien die je heel graag wil, maar wat heel veel werk is. En door hem in kleine stukjes te hakken, hij overzichtelijk is en haalbaar is. Lijkt me echt super tof. Ik heb mijn wol besteld en ik ben heel erg benieuwd wie er allemaal mee gaan doen. Ik zou het echt leuk vinden om heel veel met z'n allen hem te breien of te haken. Of welke techniek je ook wil gaan doen. Ik weet niet of er andere technieken zijn. Oh ja, tunisch haken. Kan je ook een trui doen. Het lijkt me echt vet leuk om mee te doen. Laat weten in de reacties of je meedoet trouwens. Dat vind ik echt leuk. Winterklaar, brei je maar. Zin in. Verder heb ik nog iets gekocht. Ja. Zoals ik al zei, Miriam Molenbeek heeft haar shop, webshop gestopt. Die is inmiddels al gestopt. Ik ben lid van Online Breicampus. Omdat ik het een hele fijne club meiden, dames vind. Die elkaar motiveert. Leuke patronen. Ik vind het gezellig om met elkaar te kunnen kletsen over breien. Want normaal klets ik in mijn camera. Ik heb niet veel lijfvrienden die breien. Ze willen het allemaal wel, maar durven het niet. Dus ik vind het heel leuk om bij de Online Breicampus dat wel te doen. Nou ben ik niet heel actief. Dat zeg ik er wel bij. Ik zit niet veel op het forum. Ik ben niet zo van het schrijven, maar ik ben meer van het lezen. Ik lees lekker mee, ik kijk en heel erg leuk om elkaar daar te motiveren. Maar de webshop gaat Miriam sluiten, want die gaat zich meer richten op het op lesgeven. Maar ik kon het niet laten om toch nog voor de laatste keer bij Miriam wol te kopen. Ik heb ook breinaalden gekocht, maar die heb ik al in gebruik. Oh ja, dat was van Nicole, heb ik al in gebruik. En ik heb ook extra sokkennaalden gekocht van Ciao Go. Die heb ik in beneden liggen in mijn mapje. En ik heb twee van deze prachtige British Blue Wool Erica Knight. Blauw en taupe. Volgens mij is het echt een beetje taupe. Ja, ik vind het taupe. En mooi blauw. Hier hebben we handschoenen van gebreid. Ik heb er in mijn hoofd handschoenen zitten volgens mij. Hier hebben we handschoenen van gebreid in de Online Breicampus. Vorig jaar met de kerst. Niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor. Met één zo'n boel een paar handschoenen. En ik denk dat ik nog meer handschoenen ga breien. Ik vind het fantastische kleuren. Misschien een kleur. Ik denk dat ik gewoon die handschoenen ga breien die ik al heb gedaan. Ik vind ze heel fijn. Ik heb die handschoenen heel vaak aan. Ik wil ze alleen iets strakker breien. Dus ik denk dat ik een sokkennaald of een naaldje lager ga. Waardoor die iets compacter is. Waardoor er nog iets minder wind doorheen kan komen. Maar het is... Ja. Ik heb dus wol gekocht. Naalden gekocht.
En ik kon het niet laten. Eucalyptus, een grote fles 500 ml lavendel. Ik heb eigenlijk altijd die andere. En ik had in de. We hadden in de adventkalender hadden we lavendel. En ik vind hem eigenlijk wel heel erg lekker ruiken. Dus ik. Voor mijn trui, die ik overigens ermee gewassen heb. Dit keer, ik heb mijn trui weer aan, maar hij is gewassen. Met lavendel. Eucalan lavendel. En ik vind hem heel lekker ruiken. En dus die. Ik kon het niet laten. Ik heb nog even ingeslagen. Miriam, dankjewel. ik vind het heel erg jammer dat je shop dicht is. Want ik kocht best wel vaak naalden. En vooral attributen. Niet echt veel wol, maar meer andere attributen. Nu moet ik op zoek. Nu weet ik dat we bij Rebel with a Twist. Dat die ook de samenwerking nu met Miriam hebben. Dus misschien dat ik daar wat meer ga kopen. En het komt ook wel weer goed. Dit is alles wat ik... te vertellen heb en toch nog weer heel veel. Ik heb geprobeerd om het snel te zeggen en niet te langdradig, maar ik hoop dat dat gelukt is. Het is op mijn Winnie's, maar haar zit anders. Ik heb een Instagram hack gebruikt. Ik heb golven van mezelf best wel tegen wat krullen aan, maar ik heb geen diffuser. Ik heb een gewone föhn die ik eigenlijk nooit gebruik. Maar nu zag ik op Instagram, super grappig hack. Dit is totaal niks met wol te maken, maar met haar. Ik zag een hack en ik dacht, die ga ik proberen met een vergiet. Met een vergiet, je haar en dan föhnen. Ik heb krullen. Ik wist niet dat dit eronder zat. Dit is voor de tweede dag dat ik het doe. Ik heb nu ook wat gel erin gedaan. Joh, ik wist niet dat ik zulke krullen had. Dus ik ben een beetje in shock. Iedere keer als ik in een spiegel kijk. En nu kijk ik de hele tijd tegen mezelf aan. En ik ben in shock dat mijn haar dit doet. Ik weet nog niet of ik het alle dagen zo doe. Barst, ik heb krullen. Ik heb krullen. Ik wist het niet. Dus ik ben nog een beetje in shock. Ik weet niet hoe ik dit moet stylen. Ik doe maar wat nu. Een beetje zo. Iemand tips? Ik heb krullen. Ik wist het niet. Dus ja. Ja, ik weet het niet. totaal niks met brei te maken, sorry. Afgeleid. Dit is mijn brein op het moment. Terug over wol. Best wel wat producten. Best wel veel wips om me heen zitten. Ik had minimaal aantal wips de afgelopen maanden. Vond ik heel fijn. Maar ik heb de... Uitprobeer. Ik moet alles proberen. Ik wil alles breien. Moet. Dus ik ga vandaag de handschoenen verder breien. En ik ga deze bewerken. En hopelijk uploaden. En mijn sjaal afmaken. Ik wil alles. Ik ben een procesknit en niet een productknit. Ik hoef niet altijd het product te hebben die ik brei. Ik geniet van het proces totdat het product klaar is. Maar ik begin een beetje... Ik wil het af hebben. Ik wil ze hebben. Ik wil het hebben. Ik wil de handschoenen. Ik wil de sjaal. Ik wil het. Ik wil het. Oh, help. Ik ga me afsluiten. Want anders blijf ik door... Oh. Dan was dit mijn vlog. Ga ik met deze afsluiten. Laat in de reacties weten of je mee gaat doen met Winterklaar breien maar. Het lijkt me super leuk om elkaars... proces te zien van het breien. Ik link de linkjes onderin in de beschrijving. Volg ons op Instagram. Ik link ook iedereen die meedoet met de knit-along. Zulke mooie vesten gaan ze breien. Ik ga ook inderdaad, ik ga alles waar ik over heb gepraat onderin de beschrijving linken. Natuurlijk zoveel mogelijk. Als ik iets vergeten ben, laat het me weten. Ik heb een chaotisch hoofd, dus ik heb het gevoel dat ik wel hier en daar iets kan vergeten. Sorry alvast bij deze. Ik hoop dat jullie het een hele leuke vlog vonden. Geef me een duimpje omhoog. En tot snel. En heel veel breien en haakplezier. Doeg!